Steven Sanchez Angulo, jullie winnen met 4-0 van Barendrecht. 2 goals voor jou en man of the match. Toch een heerlijk middagje voor jou, denk ik zo. Ja, het is zeker een mooie middag. Ja, aan de uitslag denk ik van dat wij best van het spel hadden. Maar ik denk dat we zakelijk hebben gevoetbald tweede helft en de kansen hebben afgestraft. Waarom ging het lange tijd zo moeizaam tegen Barendrecht? Jullie kwamen al in de tweede minuut op voorsprong. Dan denk je, ja, jullie zitten gebeiteld. Maar het bleef toch lang bij 1-0. Ja, we hadden eigenlijk verwacht dat zij veel in zouden zakken. En waardoor wij meer ruimte zouden krijgen. Alleen zetten ze hoog druk. Waardoor wij geneigd waren om de lange bal te spelen soms. En, maar ja, tweede helft zag je dat zij bij hun achterin 1-op-1 was. En ja, daar kwamen de kansen uit. 2-0 was dan meteen ook de genadeklap voor hen. Ja, dat denk ik wel. Je zag gelijk dat ze mentaal wat minder werden. En, ja, ze kwamen eigenlijk niet meer aan te pas. Je scoorde al in de tweede minuut. Dat was je eerste goal van het seizoen. Was dat een grote opluchting? Ja, aan de ene kant was het zeker een grote opluchting. Maar ja, het was een lachen, want ik scoorde bijna met mijn hoofd. Dus ja, het was wel mooi. Leuk. Houdt dat je dan nog bezig? Dat je nog niet gescoord hebt dit seizoen? Of is dat voor jou niet echt belangrijk? Ja, natuurlijk is het belangrijk. Want het is toch, je helpt het team natuurlijk mee. En, maar ja, het is mooi dat ik gelijk vandaag 2 keer heb gescoord en ik hoop dat ik deze lijn door kan trekken. Is het dan ook lekker voor jou dat Mengerink weer terug is, die ook ruimtes creëert voor jou en die blijft sleuren? Ja, zeker. Mengerink is gewoon een belangrijk speler in ons team en je ziet het vandaag weer. Hij scoort ook 2 keer en ja, zie je een koningskoppel. Ja, mooi. Leuk, ja. Tot slot, waar gaat het eindigen voor jullie dit seizoen? Jullie zijn onder Jan Zoutman heel stabiel. Vaak de nul. Waar gaat het eindigen voor Katwijk dit seizoen? Ja, wat ik vorige week zei. Ik denk dat wij nog de laatste 2 wedstrijden voor de winterstop gewoon goed kunnen moeten afsluiten. En dan denk ik dat wij voor de hoogste haalbare gaan. Ja. Titelprolongatie. Zeker, ja. Okay. Gaan we zien dan aan het einde van het seizoen. Bij deze afgesproken. Ja.